Welkom bij een nieuwe video van JO Pijkbusters NL. We zijn dit keer weer aan het karpenvissen. In dit geval zijn we aan het vissen met Melvin Schepen en Wouter Jongeling. Die dit eigenlijk een beetje hebben georganiseerd. En die werkzaam zijn bij de Fuik Hengelsport in Leeuwarden. Zij hebben ons uitgenodigd om samen met twee andere jongens te vissen. Een jongen Niels en Julian. Ja, we zijn uitgenodigd om hier de fijne kneepjes van het karpenvissen te leren. En ik hoop dat we een paar mooie vissen gaan vangen. Ja. Ah, jongens, dit is één van de twee vissen die Melvin en Wouter hebben gevangen vannacht. Of eigenlijk vanochtend. Supermooie schubkarpen. Mooi donker gekleurd. Van deze prachtige plas. Ik zeg, zet hem netjes terug. Doen we. Hij wil er in ieder geval wel vandoor. Ja. Ik hoop dat hij mooi rustig weg zet. Montage waar we mee vissen vandaag is een freefall leader van Piet Vogel. Loodje van Corda. Het mooie aan dit systeem is, zodra hij hem haakt, pakt hij het volle gewicht van het lood. Nou, je weet het wel, ze gaan kap schudden. Hij schiet los. En hij kan het lood niet meer gebruiken om de haak uit de bek te krijgen. Het onderlijnmateriaal, het eerste stuk, is gekoot. Dan heb ik een klein stukje soepel. Een lijnenlijnetje erop. Een strategy en een riggingetje. Voor een perfecte inhaking. Bolies waar ik mee vis. Van BioBaits. Vis liver. Snowman presentatie. Deze is klaar om het water in te gaan. Oké, nou, ik heb ze net een vis zien springen. En we proberen nog even een snelle aanbeet te krijgen met het shot. Nou, hoe monteer ik hem? Ik heb hem eerst op het shotdrift zelf gezet. Nu ga ik hem op de Letco Leader zetten. Ik schuif het geheel er zo op. Zo. Dan pak ik een rubbertje en die schuif ik er ook op. Daarna komt een quicklink. Ja, een quicklink op. Dat doe ik omdat je zo snel het lood kan verwisselen. Als ik zo meteen klaar ben met vissen,
haal je het kwiklinkje eraf en dan kun je het hele zaakje eraf schuiven. Dan het loodje. Voor het lood hoef je niet heel zwaar te vissen. Omdat als je met heel zwaar lood vist, kan de vis het loodgewicht gebruiken om de haak uit de bek te schudden. Nou, dat moeten we niet hebben. Zo, schuif je het hulsje eroverheen. Is het netjes afgewerkt. Hier gaat nog een foompje overheen voor het niet in de war gooien. Zo. En die kan erin. Het foompje was toch in de war? Ja, foompje zat dus voordat je het spul niet in de war gooit. En als het na een half minuut op de bodem ligt, dan komt het foompje los. En vaak zie je die naar de oppervlakte krijgen. Melvin, jongen, het zit erop. Het zit erop, hè. Helaas niks gevangen. Helaas, nee. Ik moet zeggen, ik begin toch steeds meer te twijfelen of jullie die vissen niet meenemen. Nee, vannacht twee, maar vandaar overdag helemaal niks. Nee. Volgende keer beter, denk ik. Volgende keer beter, ja. Precies. Ja. Ik heb het alsnog wel leuk gevonden. Ik weet niet hoe jij het hebt gehad, Lennart. Veel geleerd. Heel veel geleerd. Mooi. Daar ging het ook om. Ja, dat was ook het doel van deze dag. Dus, Voor jullie is het ook hartstikke fijn, toch? Lekker, lekker karpenvis en toch uurloontje pakken. Ja, 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 precies. Ja. Hey, toch, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Yes.